Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Intersport Jonker, de shop voor de breedte sporters en winnaars. Intersport Jonker, supporter van bijzondersportief.nl. Dit is bijzondersportief.nl. In de topklasse afgelopen zaterdag het startduel tussen CSV Apeldoorn en HSV Hoek. De mannen uit Zeeuws-Vlaanderen hadden een lange reis achter de rug. En in de eerste helft was er niet al te veel noemenswaardig te melden. Een keer een balletje op de paal, maar daar had het ook wel voor gezien. Het venijn zou om gaan zitten in de tweede helft. Hoek. Men heeft dat het een goede ploeg heeft, maar ze hebben niet al te veel. Van de Broeken geeft die bal in de 16. Wordt hij weggekopt, dan is het Kivit hier die de bal met de arm raakt. Dat heeft scheidsrechter Baks gezien. En die zegt penalty. En daar is natuurlijk weinig op af te dingen. Kivit krijgt daarvoor ook de gele kaart overhandigd. Maar erger nog, de strafschop. En die wordt genomen door John Schot van HSV Hoek. Onberispelijk buiten bereik van doelman Veneman. En het is in de 49ste minuut 0-1. HSV Hoek op voorsprong. Dan is het de vraag, komt Apeldoorn die tik te boven? Ze hebben natuurlijk vorige week knap weten te winnen van Haarlemse Boys. Maar de Apeldoorners geven de moed niet op. Hier wordt de bal ingebracht door Thijssen. Dan krijgt hier de verdediger van Hoek de bal tegen de arm. Althans, dat is de lezing van de scheidsrechter. En ook hier een penalty. En dit keer voor CSV Apeldoorn. In de richting van het balkon. Jeroen van den Hoek mag zich erover ontfermen. En hij doet Hoek hier dan min of meer de das om. Want daarna zouden de mannen uit Zeeuws-Vlaanderen toch de richting een beetje kwijtraken. Van den Hoek schiet hem betwispelijk in. Net buiten de handen van de doelman van dienst. En dat is Jurg van den Nieuwenhuizen. Vennebeumen was in de ploeg gekomen en had een mooie vrije trap. Maar daar heeft van den Nieuwenhuizen wel een goed antwoord op. Dan een redelijk onschuldige situatie. Van oorsprong geeft de bal op rechts mee. Andermaal op Thijssen. Die geeft de bal voor. Komt die in de handen van doelman van Nieuwenhuizen. Maar die mist hem en op de lat. En daarna is het Joost Heij die de tweede doelpunt van Apeldoorn binnentikt. Binnenknikt moet ik zeggen. Nieuwenhuizen gaat hier de fout in. Kan de bal niet onder controle krijgen. Jeroen van den Hoek probeert hem eroverheen te stiften. Dat lukt, maar die bal gaat op de lat. En dan in de rebound is het de andere invaller. Joost Heij die de bal met het hoofd over de doellijn tik knikt. En zo is het 2-1 in het voordeel van CSV Apeldoorn. En het balkon heeft natuurlijk feest. Evenals vorige week. Toen ging het in de slotseconden bijna. Nu was het al veel eerder beslist. 2-1, prima doelpunten en een prima wedstrijdresultaat voor CSV Apeldoorn. Waarbij we de melding nog moeten maken dat Bram van Aken na afloop van dit seizoen niet meer de hoofdtrainer zal zijn van CSV Apeldoorn. In goed overleg hebben beide besloten het contract niet te verlengen. Maar deze punten heeft hij alvast binnen met zijn selectie. En ook Vennebeumer is dus weer helemaal terug. Op Sportpark Bergenbos ontving AGO VV ATC 65 uit Hengelo Overijssel. In het doel Patrick Jansen, de minst gepasseerde doelman van Apeldoorn, maar ook van de tweede klasse. ATC 65 met Maris Langkamp in het doel. En de mensen uit Hengelo hebben weinig goede herinneringen uit Apeldoorn, want ook bij Columbia werd destijds niet gewonnen. Kregen ze een behoorlijke nederlaag. Hoe zal het vandaag gaan bij AGO VV op Sportpark Bergenbos? Hier zien we trainer Jurgen Tjefsik. Hij heeft een schorsing opgelopen en zit derhalve op de tribune. Van Gerestein wordt hier onderuit gehaald en scheidsrechter Minne Modderman laat het doorgaan. Of althans, hij ziet er niks in. En dat houdt in dat een goede mogelijkheid voor AGOVV ter ziele is. Hoekschop wordt verlengd door De Jong. Wordt die weer ingebracht en dan lag De Jong daar toch nog op dat moment. En die schuift de bal dan zittend in het lege doel. En is in de 12e minuut AGOVV op een 1-0 voorsprong.
Hier wordt die bal nogmaals ingeschoten door Aksakoc. En daar is dan de treffer. En AGOVV leidt al na een 11-12 minuten met 1 tegen 0. Meron Zaaien. Dot zijn tegenstander. Krijgt die bal dan voor en daar is Berry de Jong. Die wordt eventjes uit het oog verloren door de verdedigers van ATC 65. En dan heeft hij een leeg gat, gapend gat voor zich om die bal er voor de tweede keer in te schuiven deze middag. En dan is het al 2-0. En dat is maar 2 minuten later. Het publiek gaat zich maar eens opmaken, want misschien wordt het wel een monsterscore. ATC. Pas na 22 minuten, voor de eerste keer echt een beetje voor het doel van Patrick Jansen. Maar deze kopbal van de aanvoerder gaat helaas voor ATC in het zijnet. Gerestein. Neemt zijn tijd. Prima paasje. Verkeerd gestapt achterin, want daar stond de nummer 3 nog. En de doelman... Maris Langkamp was gelukkig op tijd. Gerrit Brouwer, natuurlijk de coach, de assistent normaal van Jurgen Szewczyk, maar die mag niet op de bank plaatsnemen. Sterker nog, hij mag ook niet in de kleedkamer komen. Hij was alleen toeschouwer op de tribune. Maar ze hebben de zaakjes goed voor elkaar bij de brouw. Ze rijden. En hier een prima schot van Ramon Wikkerhoff. Die werd ook weer even uit het oog verloren. En na 26 minuten voetbal is het dan 3-0 in het voordeel van AGOVV. En er is helemaal niets op af te dingen. En de blauwe combineren er lustig op los. Zijn hij er nog een keer en dan is hier Niels van Gerestein. Prima stiefje zeggen over de doelman heen. Die kan hem alleen maar nakijken. En na 28 minuten was het al niet beslist. Dan is het duel nu zeker op slot. Want de nummer 3, Niels van Gerestein, maakt het hier op sublieme wijze werkelijk af. Ja, wie kan AGOVV... dit jaar eigenlijk tegenhouden in die tweede klasse. Het voetbalt frank en vrij. En staat ook echt soeverein aan kop. Want na vandaag, lees zondag, hebben ze 30 punten uit 10 wedstrijden. De Jong nogmaals. En die schuift de bal hier net naast het doel. Ja, natuurlijk niet altijd is het goed. Het was trouwens De Jong niet, was Emre Aksakoc. Maar achterin... Er wordt in de ruimte gedekt en dat was niet handig. Knoef was hier te laat en hier is Barry de Jong voor. Misschien wel de vijfde, maar hij komt een teenlengte tekort. Doet ATC dan niks? Jawel, ze blijven wel degelijk netjes voetballen. Het wordt geen schoppartij, ze blijven hun best doen. En hier is het andermaal een mogelijkheidje. Maar ja, daar wordt Patrick Jansen niet echt wakker van 's nachts. En Szewczyk ziet dat het redelijk goed voor elkaar staat, maar wel dat ze jongens wat nonchalanter gaan worden. En dat gaat ze hier opbreken, want hier is het een prima schot, binnenkant paal en dan verdwijnt hij in het doel. Schot was van Laurens Bilanovic in de 34e minuut. Prima schot, snoeihard, net buiten de handen van Patrick Jansen en die bal via de binnenkant van de paal in het doel. Mooi doelpunt voor de Hengeloers uit Twente. Die overigens de voorzitter hebben, de heer J. Munsterman. Wel bekend, die had geen goed weekend, want zijn andere club waar hij toch wel aardig bemoeienis mee heeft, die had ook geen lekker resultaat. Ook in Apeldoorn gaat dat er niet in zitten. Hier M. Aksakoc en die vindt de vuisten van Langkamp. De Jong, prima overzicht. Wikkerhoff en het is 5-1, kwartiertje in de tweede helft. De jongen zal als iedereen te vlug af, geeft hem dan breed op Ramon Wikkerhoff. En hij maakt zijn tweede van deze middag. Sporadisch, hier met Bilanovic. En nog een keer Bilanovic, maar dan is Jansen ter plekke. En dan schuift hij die bal net aan de verkeerde kant, althans voor ATC 65 van de paal. En zo blijft de stand 5-1 in het voordeel van AGOVV. Wikkerhoff. Op de vuisten, daar stond daar De Jong en De Jong is een echte spits, een kuitenbijter. En in de 65e minuut tekent hij de zesde treffer van de blauwe aan. En dan is het al lang geen wedstrijd meer, dan is het afwachten. Kunnen de jongens nog de motivatie en de concentratie opbrengen om er nog meer van te maken?
Ze gaan in ieder geval wel door. Bal wordt voorgegeven en met een Aksakoc. En die bal die verdwijnt net naast het doel. Invaller Toby Branier. Bal eroverheen. De Jong. Barry de Jong helaas vindt de vuisten van Langkamp. En zo is de poging in ieder geval verijdeld. Pots. Komt de bal eigenlijk via Branier weer bij de nummer 25, Niels Knoef. Maar die heeft het vizier te hoog staan. En de bal gaat hoog over het doel boven de hoofden van Patrick Jansen. Dan fluit scheidsrechter Minne Monneman uit Sint-Nicolaasga voor de laatste keer. Wint AGOVV heel verdiend met heel mooi voetbal met 6-1 van ATC 65.